Wij organiseren dit debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, die een week later zullen plaatsvinden. En dat doen wij omdat wij het ontzettend van belang vinden dat onze volksvertegenwoordigers, die ons om te gaan vertegenwoordigen in de Tweede Kamer, ook precies weten wat hier speelt. Er gebeurt hier ontzettend veel, op het terrein van de industrie, op het terrein van leefbaarheid. Maar we hebben daar ook de Tweede Kamer wel voor nodig, omdat we voor een paar grote uitdagingen staan. En ja, wat kan je dan beter doen dan in dat verkiezingstijd Kamerleden hier naartoe halen en samen in debat gaan over wat nodig is. Welke politici komen naar de Achterhoek? De Achterhoek is eigenlijk, als je goed beschouwt, de vijfde regio van Nederland. Dus laten wij nou de kandidaten van de diverse partijen die rond de nummer 5 op de kandidatenlijst staan uitnodigen. Maar dan wel mensen die een beetje gevoel hebben bij wat er in een regio speelt. Wij hebben bijvoorbeeld voor de VVD Hans de Broeke uitgenodigd, die komt. CDA Pieter Omtzigt, Partij van de Arbeid Sjerre Dijksma. Nou, en zo nog veel meer partijen. Die komen ook eigenlijk allemaal. Waar wordt er precies over gedebatteerd? We hebben drie thema's waar we over debatteren. Over leefbaarheid in de Achterhoek. Dus wonen en voorzieningen en alles wat daarmee samenhangt. Het is natuurlijk belangrijk hè, dat mensen zich fijn voelen als ze in de regio waar we wonen. Maar ook over smart industry, werken. De Achterhoek is een heel erg innovatieve regio. Er gebeurt hier ontzettend veel. Waar we ook andere steden en delen van Nederland mee ook kunnen helpen. En het laatste thema, dat is natuurlijk ook bereikbaarheid en mobiliteit. Als we het hebben over het verkeer, over breedband, dus ook de digitale bereikbaarheid. Ja jongens, daar moet nog wel wat gebeuren in de Achterhoek. En daar hebben we ook Den Haag bij nodig. En wat moet dat precies opleveren? Wat wij hopen door dit debat te organiseren, is dat de politici die hier komen, die nogmaals ons om tegen gaan vertegenwoordigen, een heel helder beeld hebben van wat wij als Achterhoek bijdragen aan, ik noem het maar even, de BV Nederland. En op het moment dat zij daarin hun keuzes moeten maken, welke belangrijke aspecten er gaan spelen, dat zij daarbij zeker aan de Achterhoek denken. En dat wij prominent op het netvlies van de Kamerleden staan en daarmee op de agenda in Den Haag staan. En als oud-Kamerlid weet ik dat dat ja, heel veel, ja, dat het gewoon heel erg handig is en werkt. Dat je het ook gewoon ervaart, dat je het ziet en dat je het voelt. En dat er regio's zijn die hun boeltje op orde hebben. En dat hebben we in de Achterhoek.